Gemeente weet zich geen raad met flitsbezorgers. Bier brouwen van oud brood. En er dreigt een tekort aan chocola. Hoe moet Nijmegen omgaan met flitsbezorgdiensten die in de stad willen opereren? De gemeente heeft er nog geen beleid op, omdat het een nieuwe ontwikkeling is. En nodigt de gemeenteraad uit om kaders te stellen voor beleid. Daar werd woensdagavond in het stadhuis over gesproken. Het college zelf wil enkele vestigingen gaan toestaan op uitvalswegen en ze dus uit de binnenstad weren. De meningen van de verschillende partijen in de raad zijn redelijk verdeeld. Wethouder Brom zegt, we zijn de binnenstad aan het verfraaien, oud en nieuw aan het maken, als woonomgeving aan het verbeteren en er een plek van maken om te ontmoeten. Daartussen horen flitsbezorgers niet thuis. Sam Jette van Startspartij Nijmegen zegt, we vinden het ook niet wenselijk om ze in de binnenstad te hebben, maar we moeten ook kijken naar de gevolgen voor flitsbezorgdiensten die dan zouden moeten verhuizen en de eventuele financiële gevolgen voor de gemeente. Uiteindelijk zullen de inwoners van Nijmegen min of meer het laatste woord hebben, volgens Brom. De burger bepaalt uiteindelijk zelf of hij een 24-uurs economie wil, zegt hij. Brouwerij De Hemel en bakkerij Het Kraaiennest hebben samen een nieuw biertje ontwikkeld, namelijk broodbier. Ze maken het bier onder andere met oud brood, zodat er minder brood verspild wordt bij Het Kraaiennest. De Hemel wilde daar wel een handje bij helpen. Ja, we hebben natuurlijk een eigen biertje bij bakkerij Het Kraaiennest, een feestje op tafel. Wordt natuurlijk ook een drankje. Nou, om het helemaal compleet te maken, hebben we een bier laten ontwikkelen. Beide bedrijven hebben hun aandeel in het biertje. En wij leveren ons eigen steengoedbrood om in het bier te stoppen. Nou, wij werken samen met bakkerij Het Kraaiennest. Omdat zij kwamen naar ons toe omdat ze graag een bier willen maken met brood daarin. En ons aandeel daarin is eigenlijk dat wij het bier maken. Bier met brood maken we eigenlijk bijna net zoals alle andere bieren. We vervangen alleen een deel van de grondstoffen van het bier, namelijk de mout, een graanproduct, door het brood van de bakkerij, wat natuurlijk ook een graanproduct is. In eerste instantie is dit een experiment geweest om te kijken of je überhaupt bier kunt maken met brood daarin. Nou ja, dat is een succes, dus nu is het kijken of het goed verkoopt. En als dat het geval is, dan kunnen we in de toekomst nog vaker samen met bakkerij Kraaiennest broodbier gaan maken. Het eerste doel van deze samenwerking is natuurlijk om een lekker biertje te maken. Maar het mooie hieraan is dat we ook brood kunnen gebruiken wat anders weggegooid zou worden. Wat oud is en wat niet meer gegeten kan worden, kan nu dus een tweede leven krijgen als bier. Of je het brood ook terugproeft in het biertje, is nog maar de vraag. Ja en nee. Omdat het dus beide graanproducten zijn, dus de basis van bier en de basis van brood, lijkt het qua smaak eigenlijk heel erg op elkaar. Dus ik denk dat de gemiddelde bierdrinker eigenlijk moeite zal hebben om het brood eruit te halen. Maar wij als professionals kunnen zeker een verschil proeven, ja. De naam van het biertje is Steengoed Blond. En daar zit een achterliggende gedachte achter. Steengoed is ons eigen broodmerk. Steengoed brood wordt op een stenen vloer gebakken. En vandaar de naam Steengoed Blond. Eigenlijk al het brood wat in de winkels overblijft kan in het bier. Dat kan zijn een cranberrybol, maar ook een simpel wit brood. Voorlopig is er ook nog brood genoeg voor het broodbier. Nou ja, we hebben tot nu toe één keer hebben we dit bier gebrouwen. En toen hadden we voldoende brood. En de toekomst zal uitwijzen hoe populair dit bier gaat worden. Of we ook een broodtekort gaan krijgen daarvoor. Ja, zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. Vandaag stonden de vrachtwagenchauffeurs even extra in het zonnetje. Waarom dat hard nodig is, zie je zo meteen. Er dreigt een tekort aan chocoladebonbons en andere lekkernijen van chocola. En dat juist in de drukste maand van het jaar. Door een salmonella-besmetting bij een Belgische fabrikant zijn er leveringsproblemen van het bruine en witte goud. En dus moeten Gelderse chocoladebedrijven creatief zijn. De witte chocola vloeit nog bij deze chocoladewinkel in Nijmegen. Maar de vraag is, voor hoe lang nog? We hebben nog een aantal zakken witte chocola. En waarschijnlijk genoeg voor kerst. Maar daarna hebben we toch echt wel weer witte chocola nodig. Mensen weten het vaak niet. Waardoor je dus de vraag krijgt, waarom heb je minder producten in de winkel liggen? Of waarom hebben we bijvoorbeeld geen witte chocoladeletters in de winkel liggen? We proberen klanten uit te leggen, we proberen witte chocola echt te benutten voor de bonbons. Zodat de bonbons kunnen aanblijven bieden. Want het gaat nog wel even duren voordat de chocola weer volop verkrijgbaar is. De Belgische leverancier verwacht in maart volgend jaar weer als vanouds te kunnen leveren. Wij moeten ook andere wegen zoeken, bijvoorbeeld bij een groothandel.
Waar wij dus chocola kunnen inkopen nog. Daar was een man uit Amsterdam. En die kocht alle Ruby chocolade op, omdat het gewoon nergens meer te verkrijgen is. En vooral als je naar een groothandel gaat, dan betaal je dus nog veel meer geld dan dat je groot inkoopt bij een grote leverancier. En dat gaat de consument uiteindelijk merken. Dat betekent dat het voor nu nogal redelijk hetzelfde is, maar dat we voor later een hogere prijs moeten gaan aanhouden. Dus moet er creatief worden gewerkt. Zo maakt de chocolatier anders de melkchocola. We hebben een mengsel wat zij maakt. Dat zorgt ervoor dat we chocola blijven houden en dat we toch ons product kunnen blijven verkopen. Ja, het is vandaag de dag van de vrachtwagenchauffeur. Deze groep weggebruikers werd even extra in het zonnetje gezet. En dat is ook hoog nodig. Jonge, enthousiaste chauffeurs zien het vak namelijk veranderen. Roy van Leeuwen begon op zijn 18e als vrachtwagenchauffeur. En steeds vaker zijn het regels en conflicten op straat die zijn enthousiasme voor het vak verminderen. Ik ga je toch even lossen, denk ik, of niet? Je staat tegen het verkeer in. Ja, dus? Dit is de uitgangsweg. Ja, dus? Dan moet je nergens anders parkeren. Dat denk ik niet. Hoezo niet? Omdat we hier gaan lossen. Je mag hier helemaal niet staan zo. Ik mag hier wel staan. Je mag hier de weg niet blokkeren. Niet. Je kan er toch omheen? Dan moet ik tegen het verkeer in. Je kan er gewoon mijn auto heen. Moet ik daar langs kunnen? Tuurlijk. En schade veroorzaken? Het vak is nog steeds leuk. Dus je hebt niet meer de vrijheid die je vroeger had. Zoals ik straks al zei, heel veel regeltjes en ditjes en datjes die er allemaal verbonden zijn, die erbij komen kijken. Dat maakt het voor heel veel jongeren zeker minder aantrekkelijk om op de auto te gaan. U staat hierin. Wat moet ik dan? Dit is de uitgangsweg. Moet ik de dakpannen op de rug nemen? Het wordt alleen maar moeilijker en lastiger voor de chauffeur om zijn werk uit te kunnen voeren. Lachen. Ja, lachen. Ik doe gewoon mijn werk hoor. Hij kan er gewoon langs. Andere automobilisten doen dat wel op dit rustige stukje van het industrieterrein. Intussen lost Roy nog een vracht op een andere plek en is dat waar hij van geniet. Ik begin meestal om 5 uur. Dus ga ik om 4 uur eruit, 's morgens. 9 van de 10 keer dan schuif ik wel aan met avondeten. Hoeveel tijd zit je op die stoel door de week? Ja, toch wel een uurtje of 9, 10 meestal wel per dag. Ja, weet je, ik vind dit toch wel het leukste. Particuliere rijden, woonwijk is altijd een uitdaging. Dat maakt het voor mij leuk. En dat dus. Ja, vandaag begonnen we nog met wat motregen en grijs, maar de loop van de dag klaarde het ook even op en hebben we de zon nog even gezien. Temperaturen kwamen vandaag uit op 1 graad of 5. Vanavond klaart het in onze regio op en gaat het licht vriezen. Gelijk ook een waarschuwing dus voor het verkeer, want het kan plaatselijk glad zijn. En we krijgen in de loop van de nacht ook te maken met mist. Ja, die misten hebben we morgen vroeg ook nog even last van. Ook gelijk nog die waarschuwing. Het kan plaatselijk nog even glad zijn. Temperaturen schommelen morgenochtend nog rond het vriespunt. Maar de gevoelstemperatuur ligt echt een stuk lager. Dus handschoenen op de fiets is geen overbodige luxe. In de middag blijft het grijs. Hier en daar zal de zon toch even proberen om door te prikken. Voor de rest zal er ook op veel plaatsen nog mistig blijven. En in die mist ligt de temperatuur rond het vriespunt. Daarbuiten gaat de temperatuur naar 1 graad of 3. Het weekend, dan duiken we verder de winter in met zaterdag nog net iets boven 0. Maar zondag lijkt de temperatuur al niet meer boven het vriespunt uit te komen. Het is grijs, er kan misschien een winterse bui vallen. Na het weekend blijft het vrij winters met maximaal tussen de min 1 en plus 3. En in de nacht op grote schaal vorst, regionaal kan het zelfs matig gaan vriezen. Tot zover het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons ook even op Facebook, Twitter en Instagram. En wij zijn er natuurlijk morgen weer met het laatste nieuws. Tot dan!